Na de eerste filmvertoning door de gebroeders Lumière in Parijs werd de cinematografie snel populair. In reizende kermistenten werden ook in Nederland levende beelden vertoond. Totdat, nu precies 50 jaar geleden, in het hartje van Amsterdam op de Nieuwendijk, een der eerste vaste theaters voor filmvertoningen werd gesticht door een pionier van de Nederlandse bioscoop, Jean Desmet. Hij gaf het theater de verleidelijke naam Cinéma Parisien. De bioscoop waar men doorlopende voorstellingen zonder oponthoud kon bijwonen, die interessant waren voor volwassenen en leerzaam voor kinderen. In de hal van de bioscoop is nu een kleine tentoonstelling ingericht van affiches van films uit de goede oude tijd. Duizenden rolprenten zijn in de loop van de jaren in het intieme zaaltje geprojecteerd. Daaronder waren in de stomme tijd films als deze, met de veelbelovende titel Kom je ook in het ziekenhuis. In de hoofdrol Lupino Lane. Er is in die 50 jaar ook heel wat afgelachen in de Amsterdamse Cinéma Parisien.